Welkom bij deze korte opname over validiteit en betrouwbaarheid voor onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek. We beginnen hier met een natuurlijke soort, omdat dat makkelijk is, want die bestaan tenminste echt. Dus laten we het kookpunt van water nemen en laten we een meetinstrument nemen om die temperatuur te meten. Als je nog niet helemaal helder hebt wat een natuurlijke soort is, dan moet je het filmpje over natuurlijke soorten even bekijken of gewoon het hoofdstuk daarover lezen, waar ongeveer hetzelfde wordt uitgelegd. Dus als we een pan met water hebben en die staat op en die is aan het koken, dan kunnen we meten hoe warm die pan met water is met een thermometer. En dan vinden we bijvoorbeeld dat die 100 graden is. En als we hem gelijk nog een keer meten, dan vinden we misschien dat die 100,7 graden is. Of 99,8. Of 102,1. Die verschillen die je hier ziet zijn, aangenomen dat de temperatuur in de pan hetzelfde is gebleven, meetfout. Die zijn het gevolg van het feit dat ons meetinstrument, net zoals elk meetinstrument dat bestaat, niet perfect betrouwbaar is. Die betrouwbaarheid wordt meestal gedefinieerd als een willekeurige error. Dus een random soort van ruis die op het meetsignaal zit. Dit is anders in elk geval dan validiteit. Validiteit gaat om een systematische verstoring. Dit figuur wordt vaak gebruikt om dat aan te tonen. Dus die bovenste rij laat een lage betrouwbaarheid zien. Dus je ziet dat elke meting, elk schot of elk stipje in elk geval, vrij ver van elkaar af ligt. Je ziet in de linkerkolom bovendien dat de validiteit laag is. Dus dat betekent dat de metingen niet alleen ver van elkaar af liggen, dus er is een dus veel invloed van ruis. Maar ze zitten ook nog eens allemaal niet in de buurt van wat je eigenlijk wil meten. Wat hier wordt gerepresenteerd door het middelpunt van het dartbord of bullseye. Aan de rechterkant zie je dat rechts onderin dat je vrij nauwkeurig meet. Dus je hebt lage meetfout. Want alle metingen die liggen heel dicht bij elkaar. En ze zitten ook nog eens een keer precies waar je ze wil hebben. Ze meten wat ze moeten meten. Je ziet rechtsbovenin zie je dat de datapunten, de meetpunten, niet alleen heel ver uit elkaar liggen. En dat er dus heel veel invloed is van ruis. Maar ze zitten tenminste wel allemaal rondom datgene wat je wil meten. Dus dat betekent dat de verstoring daar niet systematisch is. Die is willekeurig. In de linker kolom is de verstoring steeds wel systematisch. Dus dat is het verschil tussen betrouwbaarheid en validiteit. Validiteit is een gebrek aan zogenaamde bias. Oftewel, er is geen systematische verstoring in wat je meet. En betrouwbaarheid is een gebrek aan of een lage invloed van ruis. Omdat die betrouwbaarheid is gedefinieerd als helemaal willekeurig, is die dus gemiddeld genomen 0 als je vaak genoeg meet. Dat is handig, want dat betekent dat als je de temperatuur wil meten, gegeven dat we weten dat betrouwbaarheid niet optimaal is, kun je vaker meten. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld als je een virus hebt en je kunt mensen daarop testen, dan weet je dat als je 1000 keer test, dan weet je dat je een paar keer false positives hebt en een paar keer false negatives. Je gaat soms door bijvoorbeeld meetfout concluderen dat iemand dat virus niet heeft, terwijl ze het wel hebben. En je gaat soms door meetfout bijvoorbeeld concluderen dat mensen het virus wel hebben, terwijl ze het niet hebben. Als je dan 2 keer meet, of 3 keer meet, of 4 keer meet en je vergelijkt die resultaten, dan is de kans dat je verkeerde uitkomsten hebt natuurlijk kleiner. Als je bijvoorbeeld 10 keer meet, is de kans dat je door meetfout elk van de 10 keren de verkeerde conclusie trekt laag. En dan zul je dus waarschijnlijk maar 1 of misschien 2 afwijkende metingen hebben. Dus omdat meetfout als random is gedefinieerd en dus gemiddeld genomen 0 is, als je vaak genoeg middelt, is dat handig. Daar kunnen we mee werken, want we kunnen gewoon vaker meten. Een probleem daarin bij dingen die niet stabiel zijn over tijd, is dat je ook transient error hebt, omdat meetfout niet altijd hetzelfde hoeft te blijven over tijd. En er is meetfout die zich alleen maar manifesteert over tijd. Dat is zogenaamde transient error. Dus je hebt 2 bronnen van meetfout. Als je die transient error wil schatten, dan moet je het meetinstrument dus noodzakelijkerwijs vaker afnemen. Als je interne consistentie berekent op basis van een enkele afname, dan negeer je dus altijd die transient error. En gegeven dat we weten dat die er bij mensen, als je iets meet bij mensen, wel is, betekent dat interne consistentie de betrouwbaarheid van je meetinstrument onderschat. Tenzij je natuurlijk
aannemelijk kunt maken dat het niet zo is. Als je aannemelijk kunt maken dat er geen transient error is, dat de meetfout zonder tijdvariatie een goede indicatie is van de meetfout met tijdsindicatie, oftewel er is geen tijdseffect, dan kan dat natuurlijk wel. Omdat die betrouwbaarheid gedefinieerd is als gemiddeld nul, is dat fijn, want dat betekent dat je vaker kunt meten en kunt aggregeren. Dat lost natuurlijk het probleem van fouten die over tijd plaatsvinden niet op. Dus daar is niet echt een oplossing voor. De enige oplossing daarvoor is om te proberen om een meetinstrument te ontwikkelen wat er zo weinig mogelijk gevoelig voor is. Interne consistentie kan een beetje misleidend zijn, omdat het makkelijk is om te denken dat die hoog moet zijn. En dat is niet zo. Neem bijvoorbeeld dit meetinstrument, de sociaal-economische statusschaal voor 2020. En die bestaat uit twee items. De eerste is het inkomen op de jaaropgave van mensen in 2020. En de tweede is of ze in de zorg, het onderwijs of een supermarkt werkten. En, zoals iedereen natuurlijk weet, is sociaal-economische status in 2020 gedefinieerd als een combinatie van inkomen en beroepsveld. En de mensen die de essentiële beroepen uitvoeren, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of in de supermarkt werken, die hebben een hoge sociale status. En andere mensen die geen essentiële beroepen hebben, zoals mensen die bij een universiteit werken, hebben een lage sociale status. En hoe hoger je inkomen, hoe hoger je sociaal-economische status dan is. Deze twee items hebben elk waarschijnlijk een relatief lage meetfout. Inkomen op jaaropgave kun je gewoon opzoeken. Het kan zijn dat mensen daarover liegen en een hoger inkomen opgeven of een lager inkomen. Dat is dan, als het niet helemaal random is, een bedreiging voor de validiteit, niet voor de betrouwbaarheid. Als we aannemen dat het wel valide is, dat mensen niet liegen, dan kunnen ze het gewoon opzoeken. Dus dan is de kans dat daar meetfout ontstaat heel laag. En dat geldt ook voor of mensen in de zorg, het onderwijs of een supermarkt werken. Dus dat betekent dat deze twee items elk waarschijnlijk betrouwbaar zijn. En dat betekent dat het meetinstrument als geheel waarschijnlijk betrouwbaar is. Tegelijkertijd is de samenhang tussen die twee items natuurlijk laag. Het is niet zo dat mensen in de zorg of in het onderwijs of in de supermarkt daardoor veel of weinig verdienen. Je hebt zowel in de zorg als in het onderwijs als in de supermarkt mensen die heel veel verdienen en mensen die heel weinig verdienen. Dus dat betekent dat de correlatie tussen die twee, het verband tussen die twee, heel erg laag gaat zijn. Dat betekent dus dat de interne consistentie laag gaat zijn. Tegelijkertijd kunnen we beredeneren dat dit een betrouwbaar meetinstrument is. Dus dat betekent dat je bij de interne consistentie de rekening mee moet houden dat die niet altijd hoog hoeft te zijn. Als je verifieert of een meetinstrument betrouwbaar is, dan is de interne consistentie dus niet altijd een nuttig instrument. Dit is ook belangrijk als je psychologische constructen meet, dus dingen in het hoofd van mensen. Want sommige constructen zijn breder dan andere. Dus stel dat we dit construct hebben, dus je hoeft niet te kijken naar die teksten, zeg maar. Dat is gewoon een manier om over constructen na te denken. Dus je hebt drie stukjes psychologie, drie blokjes, drie puzzelstukjes die je meet. En als je dat meet met 6 of 9 items, dan verwacht je een bepaalde interne consistentie. En omdat die drie bij elkaar in de buurt liggen, dus heel vergelijkbare stukjes psychologie beschrijven, en omdat je die drie stukjes met 2 of 3 items elk meet, verwacht je bijvoorbeeld een interne consistentie van 0.8. Maar stel dat we een breder construct meten, dan verwachten we een lagere interne consistentie. Want de correlatie tussen de items die hier bijvoorbeeld aan de linkerkant liggen en de items die aan de rechterkant liggen, is natuurlijk lager dan de laagste correlatie die je op deze slide zou hebben. Hier hangen alle items relatief sterk met elkaar, want ze liggen dicht bij elkaar in de buurt. Hier heb je opeens binnen hetzelfde construct een aantal items die wat verder bij elkaar in de buurt liggen en een aantal items die wat dichter bij elkaar in de buurt liggen. Tegelijkertijd is het heel goed mogelijk dat dat nog steeds één construct is. Neem bijvoorbeeld persoonlijkheid, zoals extraversie, wat uit allerlei verschillende facetten bestaat. Dus de interne consistentie moet niet altijd zo hoog mogelijk zijn. De interne consistentie, hoe hoog die zou moeten zijn, hangt af van het type construct wat je meet, van het aantal items wat je hebt, van wat eerder is gevonden in eerder onderzoek. Dus het gaat er veel meer om dat je het vergelijkt met wat je zou verwachten dat je moet vinden, dan dat je die zo hoog mogelijk wil hebben. Dat was betrouwbaarheid. Nu komen we bij validiteit. En validiteit wordt meestal gedefinieerd alsof het meetinstrument meet wat het moet meten. Dat is een beetje vaag en terecht. En om dat uit te leggen
ga ik even de geschiedenis van validiteit heel kort bespreken. Dat begon lang, lang geleden met criterium validiteit. En criterium validiteit was fijn, want alles was nog makkelijk in 1900. Toen was het idee dat ze van mensen wilden meten of die bepaalde taken goed konden uitvoeren. Dus je had de industrialisatie, je had opeens fabrieken en je wil mensen werven en je wil die niet eerst een paar dagen laten werken voordat je weet of je ze aan kunt nemen. Maar je hebt dus wel een hele concrete taak waar hele duidelijke prestaties op zitten. Criterium validiteit is dus voor een meetinstrument, bijvoorbeeld een vragenlijst of whatever, de mate waarin die voorspelt hoe goed iemand presteert op de taak waarvoor die prestatie voorspeld moest worden. Dus super elegant, super simpel, perfect model. Maar op een gegeven moment wilden mensen bredere domeinen voorspellen. Niet alleen maar taakprestatie, maar bijvoorbeeld hoe goed is iemand in wiskunde. Of hoe goed is überhaupt iemand in academische prestaties. Dat is natuurlijk veel lastiger, want je hebt niet langer één simpele taak die je wil voorspellen. En daar begint eigenlijk, dat is eigenlijk het begin van het einde voor validiteit. Want op dat moment heb je een soort van vaag domein waar je iets voor wil voorspellen, maar je hebt daar geen meting voor. Bij de criteriumvaliditeit had je gewoon een gouden standaard. Daar kun je het mee vergelijken. En dan weet je gewoon of iets goed is of slecht. Bij die contentvaliditeit bestaat dat niet langer. Want er bestaat niet al een meetinstrument voor dat domein. Dus toen bedacht men, we gaan aan experts vragen over dat domein. Of zij vinden, als ze naar het meetinstrument kijken, dat het er goed uitziet, dat het de lading een beetje dekt, dat de content, de inhoud van het meetinstrument, overeenkomt met de inhoud van het domein. Nou, dat ging een tijdje redelijk, totdat men op een gegeven moment nog vagere dingen wilde meten. Zoals bijvoorbeeld depressie, angststoornissen, zelfvertrouwen, dat soort dingen. Daarvoor zijn natuurlijk geen experts. Er zijn geen mensen waarvan je kunt zeggen, die weten alles van zelfvertrouwen en die weten precies wat het is. Dat kan natuurlijk voor het veld van de wiskunde nog wel. Of geschiedenis, of aardrijkskunde, of andere middelbare schoolvakken. Daarvan kun je zeggen, er zijn mensen die weten daar superveel van. Die hebben een goed overzicht wat we daarover weten in de wereld. Dus die kunnen goed inschatten of een meetinstrument dat afdekt. Dat kan natuurlijk niet bij vagere dingen zoals angststoornissen. Om dat op te lossen is er een soort van commissie in de leven geroepen van twee mensen. Kronbach en Mail. En die hebben toen constructvaliditeit bedacht. En het heet constructvaliditeit omdat je tegelijkertijd je construct en dus het bestaan van het construct en het meetinstrument valideert. Dus het idee is dat je een hele sequentie aan stellingen hebt die volgen uit je theorie. En als die allemaal kloppen, dus je doet daar onderzoek naar en dan check je of ze kloppen, en die kloppen allemaal, dan heb je een bevestiging voor die constructvaliditeit. Dan concludeer je tegelijkertijd dat kennelijk je theorie klopt en dat kennelijk je meetinstrument klopt. In de praktijk wordt dat nooit echt zo toegepast. Wat mensen in de praktijk vaak doen, is dat ze gewoon wat correlaties met andere dingen gaan meten. En niet van tevoren vaststellen wanneer ze concluderen dat hun meetinstrument niet valide is. Dus dat betekent dat je in validatieonderzoek vaak ziet dat mensen gewoon correlaties rapporteren. En daarna stellen, mijn meetinstrument is valide. Dat is natuurlijk een probleem. Want dat betekent dat je dus nooit meer kunt concluderen dat het meetinstrument niet valide is. Dus dat betekent dat validiteit een lege term wordt. In dat proces van het bepalen van constructvaliditeit, zoals mensen dat doen, hebben mensen het over divergente validiteit. Dat betekent dat je een andere construct ook meet. En je hebt dan zoiets van, mijn construct zou niet moeten correleren met het andere construct. En als dat inderdaad niet zo is, dan spreek je van divergente validiteit. En je meet een ander construct waar je construct wel mee zou moeten correleren. En als die scores op die meetinstrumenten dan wel correleren, dan heb je convergente validiteit. Daarnaast heb je nog iets wat gezichtsvaliditeit of face validity heet. Dat is de simpelste en misschien wel, als je weinig middelen hebt, een van de beste manieren om naar validiteit te kijken. Je kijkt naar het meetinstrument en je denkt goed na over of het zou moeten meten wat het meet. Dus de validiteit op het eerste gezicht. Dit werd een beetje een chaos met al die soorten validiteit. Dus dat betekent dat een grote groep van organisaties, waaronder de American Psychological Association en de American Educational Association en nog twee of zo, die hebben op een gegeven moment daar een tekst over geschreven, waarin ze concludeerden, het moet opgehouden zijn, er is gewoon maar één soort validiteit, namelijk of iets meet wat het moet meten. Dat is handig, maar dat lost op zich natuurlijk niet zo heel veel op. Ze zeiden daarna ook gewoon van,
Die andere soorten volatiliteit, dat zijn gewoon manieren om die ene volatiliteit te meten. Dus dat was nog niet echt een oplossing, zeg maar. En dat is natuurlijk ook lastig, want volatiliteit gaat om of je iets meet waarvoor je geen criterium hebt. Bosboom en Melleberg en Van Heerde, die hebben in 2004 een artikel geschreven waar een lijn werd ingezet die later in een hoofdstuk is doorgezet. En dat hoofdstuk heette The End of Construct Validity, waarin ze uitlegden waarom construct validiteit eigenlijk, als je het filosofisch, logisch beschouwt, niet een houdbaar gegeven is. Zij zeiden, als je wil weten of een meetinstrument werkt, dan moet je weten hoe het werkt. Dus ons vertrouwen, het vertrouwen wat wij in meetinstrumenten hebben in de wereld, is niet gebaseerd op of het correleert met andere dingen. Dus als wij het vertrouwen dat wij in een thermometer hebben, is niet gebaseerd op correlaties en andere dingen. Maar het is gebaseerd op dat wij snappen hoe de thermometer werkt. Bijvoorbeeld in dit geval, dit soort thermometers die gebruiken vloeistof. En die zijn gebaseerd op theorieën die wij hebben over dat stoffen in volume toenemen en afnemen als functie van de temperatuur van de stof. En als je die theorie gelooft, als je die theorie gebruikt, dan betekent dat je dus kunt zeggen, we nemen een container, een stukje glas bijvoorbeeld, daar stoppen we een gekleurde vloeistof in. En dan weten we dus dat die vloeistof hoger of lager gaat komen bij verschillende temperaturen. Dit is nogal een radicale verandering in hoe je denkt over meetinstrumenten. Als je de constructvaliditeitsbenadering toepast, niet zoals die oorspronkelijk was ontworpen door Krombach en Mill, maar zoals de meeste mensen hem toepassen, wat dus fout is, dan hoef je niet echt te snappen wat je construct is. Dan kun je gewoon een vaag idee hebben en een paar items formuleren. En daar kun je nog steeds goed onderzoek naar doen. En dan kun je nog steeds besluiten dat sommige items niet goed genoeg zijn. Maar dan kun je daarna correlaties berekenen met andere constructen. Een factoranalyse doen. Zorgen dat je een factorstructuur hebt die er mooi uitziet. Zorgen dat je interne consistentie goed is. En daarna kun je zeggen, het is gevalideerd. Terwijl je eigenlijk niet echt iets, een uitspraak hebt gedaan over of je meet wat je wil meten. Je hebt alleen maar gezorgd dat een paar kwantitatieve indicatoren mooi overkomen. Dus dit is een heel andere manier van denken dan die constructvaliditeit. En de crux bij deze benadering is het responsmodel. Het responsmodel is jouw idee van wat er eigenlijk gebeurt als mensen het meetinstrument beantwoorden. Als jij het meetinstrument toepast bij mensen. En dat kun je vergelijken met het responsproces. Dat is wat er gebeurt als je het toepast bij mensen. Dus het responsmodel is dat je een mens hebt. En dat mens presenteren we met een meetinstrument. In ons geval bestaat dat natuurlijk vaak uit vragen. Dus de stimuli die we presenteren aan dat mens zijn meestal woorden, zinnen die de vragen zijn en labels voor de antwoordopties. En die mens verwerkt dat, visueel meestal. En dan gebeurt er iets in het hoofd van die mens. En die leidt uiteindelijk tot een respons, tot een gedrag, waarmee die persoon de vragen beantwoordt. En dat levert dan een van de datapunten voor dat item. En die datapunten samen, dus al die verschillende datareeksen voor al die deelnemers, voor al die items, die kun je aggregeren en dan heb je de score voor dat meetinstrument. Dit is dat responsmodel. En als je dus de benadering van Bosboom et al, die we in de cursus volgen, als je dus aannemelijk wil maken dat een meetinstrument weet wat het moet meten, als je een meetinstrument ontwikkelt, dan moet je dus kunnen uitleggen waarom het meet wat het moet meten. Dat betekent dat je dus een hele heldere definitie moet hebben van je doelconstruct. Dus het gaat opeens uitmaken welke van deze drie definities van attitude bijvoorbeeld je gebruikt. Dus dit verwijst weer terug naar die eerdere presentatie, waar deze slide vandaan uitkomt. Als je dus constructie wil meten, moet je eerst weten wat het is. Dus je moet een duidelijke, uitgebreide, expliciete, eenduidige definitie hebben. Je moet weten wat voor soort je veronderstelt dat het is en wat voor meetinstrument je gebruikt. En dan kun je gaan nadenken over of interne consistentie en factoranalyse zinnig zijn. Als je nou validiteit wil verifiëren, bijvoorbeeld omdat je een meetinstrument aan het ontwikkelen bent en je wil weten welke items goed werken en welke niet. Of omdat je een meetinstrument wil gaan toepassen in een bepaalde steekproef en je wil weten of dat meetinstrument valide toegepast kan worden in die populatie. Dan zijn twee bruikbare methodes, cognitieve interviews en responsprocesevaluatie. Cognitieve interviews
Die zijn uitgebreid behandeld in de cursus kwalitatief onderzoek. Maar in het kort betekent dat, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt een meetinstrument, je gaat met iemand samen zitten. Die persoon vult dat meetinstrument in. Of iets accurater uitgedrukt, je past het meetinstrument toe op de persoon. Ook iets oneerbiediger uitgedrukt. Die persoon vult het meetinstrument in en je combineert twee technieken. De eerste is think aloud. Dat betekent dat je gewoon aan die persoon vraagt, kun je misschien hardop denken? En dan moet je ze de meeste een paar keer aan herinneren, want dat is niet normaal voor de meeste mensen. En je hebt prompts. Je bereidt een aantal prompts voor om specifiek bij vragen, bij bepaalde vragen, te vragen. Waar denk je hier precies aan? Waarom gaf je dat antwoord en niet dat antwoord? Wat betekent dat precies voor jou? Dat soort dingen. Op die manier kun je dus het responsproces van die persoon vrij gedetailleerd in kaart brengen. En dat kun je dan vergelijken met het responsmodel wat je bij het meetinstrument hebt. Responsprocesevaluatie is een nieuwere methode. Die heeft een aantal voordelen boven cognitieve interviews, omdat je niet met een persoon samen hoeft te zitten. Die bestaat eruit dat je een online vragenlijst maakt. En bij elke vraag stel je een aantal zogenaamde metavragen, die een beetje lijken op de vragen die je normaal zou stellen tijdens cognitieve interviews. En die precies gebaseerd zijn op het responsmodel wat je verwacht. En daarmee kun je dan kijken of alles goed wordt begrepen en waar eventuele afwijkingen zijn. Dus dat zijn twee manieren om vrij grondig te kijken naar de validiteit van de meetinstrument. Als je kwantitatieve data hebt, dus stel je zit opgeschreven met een dataset van iemand anders, bijvoorbeeld tijdens een cursus of om een andere reden, of er is gewoon geen tijd of geld om een pilot te doen, of whatever, dan kun je dus niet zo grondig kijken naar of je wel snapt hoe het meetinstrument werkt in die populatie. Dus dan moet je naar wat minder bruikbare middelen kijken, maar die zijn er ook. Dus dan kijk je naar de verdelingen van de variabelen en je kijkt naar de verbanden tussen de items. En dat vergelijk je dan met de richtlijnen. Want als mensen een meetinstrument valideren, dan is het idee dat je daarna, idealiter, als het gevalideerd is, vertrouwen hebt dat het meetinstrument werkt. Dat het dus meet wat het moet meten. Maar, net zoals dat thermometers niet altijd werken, maar alleen maar bijvoorbeeld tussen min 20 en plus 60 graden. En net zoals dat weegschalen niet altijd werken, bijvoorbeeld een weegschaal om brieven te wegen, is niet handig om jezelf op te wegen, tenzij je misschien heel erg licht bent. Elk meetinstrument heeft een bepaalde context, een bepaalde situatie waar hij voor gemaakt is en waar hij goed werkt. En het is niet zo dat mensen meten zo super eenvoudig is dat dat een uitzondering is dat onze meetinstrumenten opeens magically overal werken. Bijvoorbeeld een Nederlandse vragenlijst, bijvoorbeeld de briljante 2020 sociaal-economische statusschaal, die werkt uitstekend in Nederland, maar die werkt niet in China, want niemand kan de vragen lezen. Geen enkel meetinstrument werkt overal even valide. Dus validiteit en betrouwbaarheid zijn geen kenmerken van een meetinstrument, maar die zijn kenmerken van de toepassing van een meetinstrument in een gegeven steekproef. Eigenlijk in een gegeven steekproef uit een bepaalde populatie. Dus een meetinstrument wat misschien in de jaren 60 supergoed werkt om depressie te meten, is vandaag de dag, 60 jaar later, misschien helemaal niet meer bruikbaar. Laat staan in een iets andere cultuur. Dus als dat meetinstrument in Amerika is ontwikkeld en destijds is vertaald naar Nederland, dan kunnen die verschillen nog groter zijn. Dus dat betekent dat als je een meetinstrument valideert, gegeven dat die validiteit geen kenmerk van het meetinstrument is, maar ook gaat over de context, over de populatie, over het moment waarin je dat deed, moet je dus ook anticiperen op dat mensen jouw meetinstrument willen gebruiken. Dus je hebt ook de verantwoordelijkheid om richtlijnen te geven, zodat mensen kunnen checken, is dat meetinstrument wel toepasbaar? En als ze het al hebben gebruikt, dat ze kunnen checken, is die datareeks of zijn die datareeksen die dat meetinstrument heeft gegenereerd, zijn die wel valide voor het doelconstruct? Corresponderen die scores wel een beetje met de relatieve scores, zeg maar, in het hoofd van mensen, op dat doelconstruct? Dus dat betekent dat je richtlijnen moet geven voor die verdelingen en of interne consistentie en of factorladingen. En die richtlijnen die hebben dan de vorm dat je bijvoorbeeld zegt, de interne consistentie zou rond de 0.8 moeten liggen. Of als je met zoveel deelnemers een 95% betrouwbaarheidsinterval berekent, dan zou minimaal 0.75 tot en met 0.85, één van die waarden zou erin moeten liggen. Of je zegt,
De interne consistentie maakt eigenlijk niet uit. Die is niet indicatief voor de validiteit. Maar het is wel belangrijk dat als je een exploratieve factoranalyse doet, dat items 1 tot en met 10 dan op de ene factor laden en 11 tot en met 20 op de andere factor. En als je zo'n meetinstrument ontwikkelt, kun je ook zeggen welke items bijvoorbeeld eventueel verwijderd zouden kunnen worden, omdat het duplicate items zijn die hetzelfde aspect van de menselijke psychologie meten, en welke items absoluut niet verwijderd kunnen worden. Dat soort dingen. Dus je moet anticiperen op het feit dat mensen dat ding gaan gebruiken in de wereld, en dat al die steekproeven anders zijn, dat culturen anders zijn, et cetera, dus dat je validiteit niet gegarandeerd kan worden. Daar komen idealiter die richtlijnen vandaan. Maar die zijn er niet altijd. Je zag net al die tijdslijn over die ontwikkeling van validiteit. En die richtlijnen van Borsboom, zoals ik aangaf, die zijn voor veel mensen dus nogal nieuw. Want heel veel mensen zijn natuurlijk daarvoor opgeleid. Dus die studeren toen psychologie. Dus die hebben dat allemaal helemaal niet meegekregen. Dus dat betekent dat veel validatieonderzoek helemaal niet werd gedaan aan de hand van responsmodellen. Dus dat betekent dat je best wel vaak gewoon geen richtlijnen vindt, maar alleen maar wat ze toevallig in hun steekproef hebben gevonden. En als een validatiestudie grondig was, dan zijn er meerdere steekproeven genomen. En dan heb je een beetje een idee van de bandbreedte van de interne consistentie, bandbreedte van de correlaties tussen items. Oftewel, hoeveel kun je verwachten dat die verschillen van steekproef tot steekproef? En wanneer vind jij iets wat reden is om aan te nemen dat het echt afwijkt? Dus dat betekent, als er geen richtlijnen zijn, dan ga je gewoon kijken naar wat hebben mensen gedaan in het validatieonderzoek en wat is sindsdien gedaan in andere studies. En dan kijk je natuurlijk vooral, als die voorhanden zijn, naar studies in een vergelijkbare populatie en dichter, zo dicht mogelijk in de tijd en locatie, et cetera, bij de studie die jij wil gaan doen. En je onderbouwt vervolgens waarom je denkt dat een meetinstrument valide gaat zijn, of als je het onderzoek al hebt gedaan, waarom je denkt dat het valide is toegepast in jouw studie. Als het niet valide is en je doet gewoon een pilot van tevoren om eerst te kijken of je je onderzoek kan doen, net zoals dat ze bij, stel ik me dan zo voor, bij onderzoek in de scheikunde, ook eerst hun apparatuur checken voordat ze echt een studie gaan doen. En dat ze bij de deeltjesversneller bij CERN, neem ik aan, ook zo nu dat ding testen voordat ze dingen meten. Geldt dat ook voor onderzoek met mensen. Dus wij kunnen ook niet zomaar ervan uitgaan dat alles perfect werkt. Dus als wij een nieuw meetinstrument willen gebruiken in een populatie en we weten nog niet zeker of dat goed werkt, dan doe je idealiter een pilot om te kijken of dat wel goed werkt. En daar kun je dan cognitieve interviews gebruiken en of response process evaluation. Of je kunt data verzamelen bij een aantal mensen. En dan kun je kijken, gaat dat werken? Als je op dat punt concludeert dat een meetinstrument niet valide toe te passen is, dan kun je bijvoorbeeld een ander meetinstrument zoeken. Of eventueel moet je iets nieuws ontwikkelen als dat niet voorhanden is. Of je moet besluiten dat het misschien te vroeg is voor kwantitatief onderzoek. En dan kun je beter eerst meer kwalitatief onderzoek doen om meer te leren over wat dat construct dan eigenlijk is wat je wil onderzoeken. Na dataverzameling heb je natuurlijk een probleem. Want stel dat je data hebt verzameld en het blijkt dat het meetinstrument niet valide is. Dat betekent dus dat die datareeksen die je hebt verzameld niet indicatief zijn voor je doelconstruct. In elk geval niet zo indicatief als je zou willen. En hoe erg dat is, hangt natuurlijk af van hoe het afwijkt. En dat weet je natuurlijk niet. Want uit dat onderzoek komt dan, als je naar die correlaties kijkt bijvoorbeeld, of factorladingen, die corresponderen dan niet met wat je zou verwachten. Dus de conclusie is dat het niet valide is. Maar daar staat dan niet vervolgens bij, ergens in een voetnoot bij een tabel, dit betekent voor je interpretatie dit en dit en dit. Dus je weet alleen